De Rode Haan heeft gistermiddag op twee plekken binnen Paramaribo gekraaid. Bij een brand op de hoek van de Commissaris en de Zwarte Hoofdbrugstraat zijn twee panden afgebrand. Brandweervoorlichter Anthony Grootvaam zegt dat enkele momenten na de brand aan de Zwarte Hoofdbrugstraat ook een woning te Schimmelpenning door vuur is getroffen. Bij aankomst stonden er al twee hoogbouwpanden in lichte laaien, waaronder een woning en een paardensing genaamd Mondiaal. Ten tijde van die brand waren de mensen van de woning thuis. En we hebben vernomen dat er daar 11 bewoners woonachtig waren. Die zijn inmiddels dakloos. Waaronder twee van de bewoners licht gewond raakten. De twee slachtoffers probeerden van een bepaalde hoogte naar beneden te springen, waardoor ze een lichte beenkneuzing hebben opgelopen. De brandweervoorlichter gaf mee dat er gascilinders uit een van de woningen aan de Commissarisstraat moesten worden gehaald om erger te voorkomen. Bij het geval de Schimmelpenning is een 68-jarige vrouw dakloos geworden. Donderdagmiddag is ook een woning nabij de Toekomstweg afgebrand.